is eigenlijk van de vaderlandse competitie, is de Graafschap. Kijk, je hebt natuurlijk AZ en Twente die echt fantastisch uit de winterstop gekomen is. Maar het lijkt alsof de Graafschap na een periode van winnen in de Eredivisie toch hun draai gevonden heeft. Want het is niet alleen maar passie en inzet, maar het is ook best wel goed voetbal. En de handelingssnelheid van de speler is omhoog gegaan. Dus aangepast aan iets hoger niveau in de Eredivisie. En de goal die ze maken is gewoon een goede voetbalgoal. 1-2 hier met El Yebli. En draaien die doorloop. En een goede voorzet, bezetting voor de goal. En een goede goal van Vincent Vermeij. En dat zag je eigenlijk voortdurend in deze wedstrijd. Dus buiten de inzet, wat je zeg maar altijd wel moet hebben van de Ruiter, was er ook echt wel goede voetbal. Maar wat ik ook zo leuk vind, is dat Jan Vreeman in het begin redelijk belachelijk gemaakt is. Want hij zei niks voor de camera, hij kon niet formuleren. En wat denk je? Hij mag rustig doorwerken en het gaat redelijk. Nou ja, het is ook de kijk, je moet natuurlijk winnen. Als je van de Jubilee League komt, is het, ongeacht, is het toch een ander niveau. En je hebt niet heel veel geld om te investeren. Dus de spelers moeten nog winnen. En na de winststop gaat dat, omdat ze spelen wel iets te veel gelijk om echt afstand te nemen. Maar hij ziet zelf te blijven spelen. Het ziet er echt wel leuk uit, vind ik. Of goed uit. Mooi. Over een ander niveau gesproken.